Broeders en zusters, dames en heren, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuw filmpje op mijn kanaal. Ik ben met de enige echte boys van Cinemate Sketches. Stel jezelf even voor, het is de enige echte. Petema. Wow. Petema. Petema. Oh, dit is die hard. De challenge van vandaag is eet die paprika terwijl het plastic er nog om zit. Go! Oh! Jullie hebben het ook echt allebei gedaan. Hoor. Ik wil gewoon goede hout. Maar je hebt ook plastic in je mond. Ja? Ja. Jullie zijn altijd gegarandeerd comedy. Wat doe je? Wat doe je? Nou, in de tussentijd gaan we even roddelen over Peter. Hij is echt, echt een lieve man. Ben je nou echt weggegaan om het netjes weg te gooien? Weet je wat we vandaag gaan doen? Nee. We gaan ons eerst even abonneren op Calvijn. Ja, zeg het even. Jullie hebben het ongetwijfeld misschien al een beetje gezien in het begin van deze video. Namelijk, we waren elkaar een beetje aan het pesten. En nou zijn wij natuurlijk drie goede vriendjes. Wij noemen onszelf ook wel Cinemate Sketches. A.k.a. de grappigste trio van Nederland. Yo, Stuk TV, what's up? Als jullie kijken. Hallo. Jullie kijken, jongen. Alles goed, maar dit. Als matties vinden wij dat we elkaar... Wat heb je? Wat is, wat doe je? Het is wel een fucking... Wat is dat? Witte pigmentatie. Wij pesten elkaar wel eens. Peter is vaak gewoon de man die zegt: hey, miljard met je lelijke lavemuil. Ja, jongen. Wij pesten elkaar altijd een beetje, dat accepteren we ook van elkaar. En dan gaan we s'avonds naar bed en dan huilen we allemaal individueel. En de dag daarna gaat het gewoon weer opnieuw. Zo werkt het. En nu dachten wij van: oké, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we elkaar kunnen pesten? En dat doen we door elkaar te pesten. Wat? 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 Oh. Oké, okay, dat is de kreet als iemand echt een goede dis heeft. Hoi, man bro! Je kan niet zo zijn, man bro! Oh. Maar dit is dus een bak met allemaal dingen. En hier staan dingen in van elkaar waarvan we elkaar mee kunnen pesten. Dus hier pak ik bijvoorbeeld een bakje uit. Dan staat er bijvoorbeeld Peters domme hoofd. En dan is het zo van: Peter denkt, heb ik een domme hoofd? Ja, je hoofd is zo dom dat zelfs de domste persoon niet zo dom is als je hoofd. Oh! Oh. Steen, papier, schaar! Kak! Bitch! Steen, papier, ba! Oh, je... Steen, papier, schaar! Steen, papier, schaar! Pel, bitch! Lekker, man, bro! Calvin, stel Peter pakt er eentje met bijvoorbeeld Peters kapsel. Moet je dan zelf ook grapjes maken over zijn eigen kapsel? Ja. Shit, man. Wat staat er dan? Dat moet ik zeggen. Ja? Maar één moet toch een dis maken? Nee, jij moet het zeggen. Wie dan het snelste, zeg maar, iets heeft en dan... Snap je? Maar jij weet... Jartse oren! Je kunt zien dat Jartsoren, hij heeft geen functie meer. Oftewel, hij is de evolutie van een kutmens. Wat doe je? Zie dit ergens heen? Zijn oren zijn in principe gewoon een, weet je dat? Hoe noem je dat? Jart heeft kleine oren. Ik heb gewoon kleine oren, dat is het gewoon. Oké, mijn hoofd is zeg maar een soort van flat. En deze twee kleine oren zijn zeg maar die buitenlandse tv-schotels. Je oren is echt, Jartsoren zijn zo klein dat je alleen maar kunt... Dat die niks kan horen. Nou, maar weet je wat het is? Ik vind je oren niet eens zo heel erg klein. Ze zijn wel klein, man. Nee, maar dat valt wel mee, toch? Jartsoren zijn zo klein dat als je hem een knuffel geeft, dat zijn oor in jouw oor verdwijnt. Jartsoren zijn zo klein dat wanneer iemand, zeg maar, brand of een ongeluk heeft gehad in het vuur... Jartsoren zijn zo klein dat als iemand in een ongeluk komt en geen oren meer heeft, grotere oren heeft dan Jart. Jartsoren zijn klein, man, bro! Hij kan niet zo zijn, man, bro! Voel je aangetrokken? Ah, dit aangetrokken. Ja, tot ons nu, ja, omdat we je gespaard hebben met opzet. Als je met een tondeuze wil millimeteren, alsnog sla je zijn oren over als je daar mee gaat. Nee. Ik kan toch wel even je oor voelen? Is dat toch Matties? Mattie kan toch gewoon in je oor voelen? Jart, hij heeft zo kleine oren dat hij tijdens carnaval niet eens een pak aan hoefde, want hij leek al op een mol. Mensen meer. Oké, we gaan door met de volgende. Zeg het, kom op. Geef ons even wat vuur, man. Let's go. Wat vind je grappig? Wat is het dan? Calvin's boerenhanden. Ah! Dit zijn echt boerenhanden, toch? Jawel, jawel. Calvin's handen zijn zo groot dat hij alleen maar handschoenen aan kan van hele grote mensen. Als zijn vader het land ging ploegen, ging Calvin gewoon achter de trekker zijn handen zo. Calvin's handen zijn zo groot dat hij, als hij ze onder mijn oren doet, ik wel goede ontvangst heb. Oeh, oké. Veel boerenhanden gewoon zo mooi, weet je. Ja. Maar als we met een bootje naar Amsterdam gaan, wil je graag Calvin mee hebben. Ja, dan heb je geen pels nodig. Die fucking grote handen. En die met die boen knokkels. En dan is je zo kik, jongen.
Ja, nee, sorry man. Kijk, ik heb gewoon grote handen toch, maar kan niks aan doen man. Ik vind het zwak. Ja, hallo, jij komt met een grap over je oren die ik niet eens snap. Ik weet niet eens meer wat het was. Kelvin kan nooit met zijn handen door zijn haar. Want de ruimte tussen zijn vingers is net zo groot als zijn hoofd. Peter lacht zo hard om zijn eigen shit dat je gelijk wel mee te lachen. Man. Dat is het bier. Ik kan niet zoveel met mijn grote handen, anders dan iets met honkbal of zo. Maar ik ving altijd de bal. Hij wordt een beetje warm hier. Oh, hij krijgt het heet onder zijn voeten. Want ik heb een nieuw papiertje gedrokken. Zijn we er klaar voor, man? Peters onmogelijke liefdesleven, man, bro. Oh. Even voor de duidelijkheid, het is niet dat Peter niet verliefd kan zijn. Het is meer dat Peter kan niet verliefd zijn. Dus het is gewoon... Ik heb eigenlijk. Als je een 11-jarig Zuid-Amerikaans jongetje een bruine pruik op zou doen, zou Peter hem alsnog doen omdat hij denkt dat het een kleine Zuid-Amerikaans is. Peter was zo wanhopig op zoek naar een vriendin dat hij uiteindelijk maar gewoon in Costa Rica was en daar een aap zag met lang haar en dacht, oké, deze kiezer. Hey, man, bro. Je kan niet zo zijn, man, bro. Mijn type is gewoon bruin haar, bruine ogen en klein. Als ik het pluk haar op mijn ontbijtkoek zou douwen, zou ik die alsnog vertrouwen. Als Peter met Jos naar de aap wil gaan, gaat mensen haar voeren. We hebben het over onmogelijk liefdesleven. Het gaat over mijn vrienden aapjes. Kelvin's pettenverzameling. Nee! Kelvin begon eens met één pet, maar aangezien zijn hoofd elke maand zo fucking groeit, moet je elke keer een nieuwe pet kopen. Vandaar die verzameling. Hey, bro. Ja, kijk, wat mij betreft is het gewoon een beetje een kutte ding. Nou, echt een man die het heeft bedacht. Hé, lekker. Kelvin's bierverslaving. Hoezo is mijn bier? Jij hebt een bierverslaving. Hij is echt een man die dit weekend alleen maar bier heeft gedronken omdat... Het was carnaval! Kelvin drinkt zoveel bier dat hij letterlijk heeft gevraagd aan de verhuurder of ze het water de kraan konden vervangen met bier. Kelvin houdt zoveel van bier dat hij bij de alcoholisten meeting gaat staan om te vragen of ze nog wat over hebben. Oké. Kelvin drinkt zoveel bier dat zijn lichaam niet eens meer in staat is om dronken te vatten worden. Oeh, bij Kelvin zit er zoveel alcohol in zijn bloed dat de bloed in zijn alcohol zit. Kelvin drinkt zoveel bier dat als hij water drinkt, hij gewoon bier uitpist. Jij voedt mij gewoon bier. Ja? Ik gisteren bij slaap kwam binnen, ik heb nog bier, speciaal bier. Wil je? Ja, ik weet wil dat, je? Altijd, dat je ik altijd, zo. Ik weet dat je altijd moet slaan. Hé, wanneer sla ik jou? Ja, nooit, ik geef wel het bier. Peter's attention span. Mijn aandacht is zo kort dat ik nu eens meer. Wil je dat? Nou, dit is. Peter's attention span is zo kort. Dat gelijk naar je penis. Hey Peter, kom terug, man. Kikker. Peter, man, kom terug. Yo! Peter, kom terug. De dokter zei nogmaals dat mijn brein te snel werkt of zo. Vandaar dat ik een beetje onduidelijk praat. En dan kan ik me ook voorstellen dat ik misschien aan iets denk. En mijn brein me denkt, oh, ik wilde daarheen. Voor de mensen die niet weten, Peter heeft zeg maar, je kan iets tegen Peter zeggen. En dan is hij ergens anders ineens. Hij luistert niet eens, hij onderbreekt je met iets heel anders. Dan ga ik ook weer een computer bouwen of zo. Ja, en dan zeg je, joh, moeten we dit en dit doen. En dan begint hij een fucking domme shit te doen. En dan luister je wel. Dan zegt hij, doe het best veel. Kelvin's moedervlek. Die plek op Kelvin's wang lijkt misschien een moedervlek, maar dat is zijn kledingbroer. Oké. Het lijkt misschien een moedervlek, maar dat is de plek waar zijn vader altijd zijn sigaren duwde. Oeh. Oh shit. Nu wordt het persoonlijk, man. Je betrekt mijn vader erbij, man. Er groeit zoveel haar op Kelvin's moedervlek dat hij 3 keer naar de kapper gaat. 1 keer voor zijn normale haar en 2 keer voor het ding op zijn moedervlek. Het is ook meerdere keren gebeurd dat naast zijn dag dat daar het zwarte gat zat. Mijn moedervlek is zo groot dat Peter elke ochtend vraagt, hey, waarom heb je Jart's oor op je wang? Als ik mezelf dis, dan vind je het niet leuk. Wel, maar we moeten goede dis zijn. Oprecht, als je nu gewoon had gereageerd met, oh, dan dachten alle kijkers, ah. Ja, dat klopt. Geen wel eens dan. Mijn moedervlek is zo groot dat elke ochtend als ik wakker word, vraagt Peter aan mij, hey, waarom heb je wel Jart's oor op je wang? Bro. Als ik op Google Maps map zoek naar de Utrechtse heuvelrug, dan kom ik gewoon op mijn huidige locatie. Die vind ik mooi. Dit is hey, man, bro. De grote kel. Je luistert, je kijkt naar de kelvlog. Jart's mierenneukerigheid. Wat? Huh? Jart is zo mierenneuker dat hij gewoon porno opzoekt dat een man een mier neukt. Bah! Jart is zo mierenneuker dat hij mieren neukt. Hey! What the fuck, joh. Kelvin's grote pik. Mier heeft die bedacht. Jezus, welke mongool heeft dat? Oké. Okay. Kelvin's pik is zo groot. Ja. Vaak als ik zeg maar door de gang loop nog steeds struiken om zijn pik uit de deur. Hey, thanks, man. Ja. Kelvin's pik is zo groot dat het naast de Chinese muur het enige is wat je vanuit de ruimte kan zien. Kelvin's pik is zo groot dat als je op de bank zit kan je gewoon rechtstreeks gewoon op het toilet pissen. Kelvin's pik is zo groot dat als Kelvin en Nina seks hebben, moet Kelvin in de woonkamer staan en Nina in de hal. Rustig. Hey, man, bro. Jart's gay ass zachte G. Welke zachte G? Ja, nee, de zachte G die hij alleen
praat als hij de telefoon opneemt en met zijn moeder belt. Jart zijn G is zo zacht dat ik altijd hoor, hotverdomme. Hotverdomme. Oh ja, je hebt gelijk! Hey! Peters onduidelijkheid. Peters onduidelijkheid is zo onduidelijk dat hij... Peter is zo onduidelijk dat ik zelfs meer snap van die gebarentaalvrouw van de NOS. Peter is zo onduidelijk dat zelfs een pasgeboren kind beter met hem kan communiceren. Is dat echt zo? Peter is zo onduidelijk dat als hij iets aan Siri vraagt, dat Siri gewoon ontslag neemt. We gaan een steenpje schaartje doen voor de allerlaatste. En dan gaan we voor 3, 2, 1. Steen, papier, schaar. Oké. Okay. Jartstanden. Wat is er met jouw tanden? Ze zijn perfect. Oh ja, je hebt wel flinke tanden, ja. Mijn paarden wel. Mijn tanden zijn zo groot dat ik naar het paardentandarts moet. Mijn tanden zijn zo groot dat toen ik een beugel nodig had, ze gewoon naar afsluitdijk om mijn tanden zetten. Hey. Jart, de hik heeft goede hinnik. Ja, waar gaat het nu gewoon over dat ik een paard heb? Ja. Als Jart een DNA-test doet, komt eruit dat Ankie van Gunsten zijn moeder is. En zijn zus. En zijn oma tegelijkertijd. Bij Jart kun je een spel spelen dat je zeg op zijn tanden drukt. En zeg maar dan. Ik er terug bij, weet je wel. Mag ik het proberen bij jou? Iemand bro! Oké, lieve mensen, voordat jullie gaan hebben we nog een hele belangrijke mededeling. Namelijk, give it up for Viert Festival 2017! 8 april is het Viert Festival. Jij kunt een kaartje kopen op Viert.nl. En dan kun je ook namelijk in het systeem zetten of je met ons een meet and greet wil. Zijn bijna vol, dus ik zal maar snel een kaartje kopen. En dan ben je verzekerd van een ontmoeting. Dus dan weet je gewoon zeker van oké, ik ga naar Viert, ik ontmoet sowieso die boys, weet je wel. Ik ontmoet sowieso hun en sowieso hun. En de kans natuurlijk dat je andere mensen ontmoet als je gewoon over het treintje wandelt en denkt hey, ik ken hem, hij is een YouTuber. En er is super veel andere leuke shit te doen. Zoals? Nou, zeg maar. Dat zie je daar als je daar bent. Dat is toch een hype. Optreden en we hebben ook een Viert Award. Zieke optredens van Sofiane en Jani, een stuk tv. Teske en Joost. En Afterparty van stuk tv. En ik was een DJ in de beeld aan Afterparty van stuk tv. Hey bro, je kan niet zo zijn man. Mwan. 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 Peter Mwan.